Yo, welkom bij Geld op Geld. Nou, we zitten midden in earnings season, dus laten we even een aantal kwartaalcijfers doornemen. Vandaag hebben SoFi, Paypal en Pfizer kwartaalcijfers bekendgemaakt, waar ik even op dieper op in wil gaan. Afgelopen maandag McDonald's. En verder is CrowdStrike vandaag weer enorm hard gedaald, dus we hebben we van alles om door te nemen. Laten we gewoon even induiken. Als we naar de indexen kijken vandaag, dan zijn de meeste indexen toch vrij vlak. De S&P 500 is ook redelijk vlak. Maar toch zien we heel veel rode en heel veel groene aandelen. Nvidia toch weer min 2,5%. Ondertussen rond de 108 dollar. De all-time high ja, die zat zo rond de 140. Dus daar is ondertussen meer dan 20% vanaf. Dus toch echt wel een flinke daling voor Nvidia. Verder Procter Gamble min 6% na cijfers. Merck min 7% na kwartaalcijfers. Crowdstrike nu min 7,5%. Weer enorm hard gedaald. En verder doen de meeste waarden en dividendaandelen het weer in verhouding iets beter. Nou, dat even als we naar de S&P 500 gaan kijken. Laten we inzoomen op de kwartaalcijfers. Een aantal kwartaalcijfers van deze week. Een hele belangrijke week. Met dinsdag na de sluiting Microsoft. Donderdag Amazon en Apple. Woensdag Meta. Er gaat nog van alles er nog wat komen. Maar ik wil even inzoomen op uh, McDonald's maandag voor de opening. En ondertussen SoFi, Paypal en Pfizer. Nou, het is nu dinsdagavond terwijl ik dit opneem. Nou, laten we even beginnen met McDonald's. Nou, vandaag plus 0,7 Gisteren ook gestegen na kwartaalcijfers, maar toch vielen die kwartaalcijfers, als je het mij vraagt, wel tegen. Wat we hier ook kunnen zien: McDonald's Earnings Revenue miss estimates as Consumer Pullback worsens. McDonald's Missed Second Quarter Earnings and Revenue Estimates. McDonald's is leaning on value meals to bring back customers... as it deals with a worsening consumer pullback. En dat is denk ik een hele belangrijke voor de toekomst van McDonald's. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Als we even naar de cijfers zelf gaan kijken... dan zien we een EPS van 2,97 dollar. 3,07 werd verwacht, dus een mis wat betreft winst. Omzet 6,49 miljard. 6,61 miljard werd verwacht, dus ook een kleine mis wat betreft omzet. Nou, verder geeft McDonald's het volgende aan... McDonald's is falling short, needs to win over low-income consumers. Key executives tell oper uh, operators in memo. En dit is een hele belangrijke wat we hier zien. After a challenging second quarter, McDonald's' executives are looking ahead to how they can recapture consumers with value offerings as they push for an extension of the current $5 value meal platform. Ze so komen met eigenlijk aanbiedingen sinds juni. Een $5 meal platform en dat willen ze doen omdat McDonald's gewoon simpelweg heel erg duur is geworden. En heel veel mensen daarover klagen. Nou, nu komt McDonald's weer met promoties. Met een 5-dollar menu en al dat soort dingen. Ik denk dat het heel goed is dat ze dat doen. Want inderdaad, de prijzen van McDonald's zijn gewoon flink gestegen de afgelopen jaren. En natuurlijk hebben we inflatie gehad. Maar in verhouding is McDonald's ook gewoon veel duurder geworden dan de rest. McDonald's is nu een van de duurdere fastfood restaurants. Terwijl ze. In het verleden juist werden gezien als een goedkopere fastfoodketen. En ondertussen is uit eten gaan bij McDonald's gewoon prijzig geworden. Nou, daar willen ze aan werken. En ik denk dat als ze dit goed kunnen doen, ja, dat dit heel goed uit kan pakken voor het aandeel. En dat de waardering ook weer omhoog kan gaan. Want er is de laatste tijd wat negativiteit bij McDonald's. Lukt ze dat niet, ja, dan zal het aandeel gewoon slechter presteren de komende zeg, 5 tot 10 jaar, denk ik zelf. Al is McDonald's op dit moment qua risk-reward, als je het mij vraagt, een hele interessante. Juist ook omdat de waardering nu wat lager is met een PI-ratio van 23. Maar goed, McDonald's heeft veel te doen. Ze moeten werken aan gewoon goedkopere maaltijden met nog steeds fatsoenlijke marges. Nou, door naar... SoFi, heeft kwartaalcijfers bekendgemaakt en is heel erg volatiel als we nou, ook naar deze koersontwikkeling gaan kijken van vandaag. Is een flinke stijging, flinke daling, stijging daling, stijging en daling. SoFi blijft dan ook een heel erg volatiel aandeel. Maar de cijfers, ja, die waren als je het mij vraagt helemaal prima. 20% omzetgroei, SoFi doet gewoon zijn ding. Sterker nog, SoFi heeft zelfs zijn 2024 profit forecast voor de tweede keer dit jaar verhoogd we hier beneden ook kunnen zien. SoFi Technologies raised its forecast for this year's profit and revenue as a fintech benefits from both its newer technology businesses and its trademark lending operation. Uh, the forecast for earnings per, sh per share in 2024 increased to 9 cents to 10 cents, according to the company, which three months ago raised the range to between 8 cents and 9 cents. Dus met een cent verhoogd wat betreft de winst voor 2024. Dus ja, al bij al ziet het er gewoon goed uit. Prima cijfers voor SoFi en het aandeel is toch weer vlak. Hoe komt dat? Ja, toch ook wel omdat het een relatief prijzig aandeel is met hele hoge verwachtingen. Nou, verder, als we even verder gaan inzoomen op de cijfers, dan zien we hier een heel mooi overzicht en een hele belangrijke voor SoFi, namelijk members. En de aantal members, de aantal gebruikers, ja, dat blijft maar groeien, groeien en groeien. Met ondertussen dus, zoals we hier rechts kunnen zien, 8,774 miljoen members voor SoFi. Als dit kan blijven groeien, groeien en groeien, dan kan SoFi het op de beurs echt wel heel erg goed doen. Want als dit allemaal blijft groeien qua aantal gebruikers, dan gaan eigenlijk alle andere metrics mee omhoog. Zoals we hier ook kunnen zien, landing products is aan het stijgen, financial services products is aan het stijgen... De vraag is alleen ja, hoe lang kan SoFi blijven compounden en blijven groeien? Want als ze dit heel lang kunnen blijven doen, ja, nogmaals, dan heeft SoFi echt wel de potentie om een hele grote online bankspeler te worden. Ik denk zelf alleen wel dat SoFi een heel lastig aandeel is om goed te waarderen. Want niemand weet precies hoe SoFi er over vijf of tien jaar uit zal zien, hoeveel members ze dan zullen hebben. Vooral ook wat de marges zullen doen en wat winstgevendheid zal doen. Eén ding is wel zeker, SoFi heeft een marktwaarde van 8,3 miljard. En ten opzichte van heel veel zeg, grote banken is dat een hele kleine marktwaarde. Dus veel potentie is er zeker. Ik denk ook een hele interessante qua risk-reward. Maar de risico bij SoFi ja, zit er zeker als ze niet hele mooie groeicijfers uh, blijven laten zien. En als winstgevendheid uiteindelijk zal tegenvallen. Maar al bij al, als je het mij vraagt, mooie cijfers. Ze hebben dus de guidance verhoogd en SoFi doet rustig aan zijn ding. Ook al is het aandeel vandaag vlak. Als je van plan bent om SoFi te kopen, ja, zijn dit soort cijfers eigenlijk ideaal. Prima cijfers, maar een daling zorgt eigenlijk alleen maar voor een aantrekkelijke waardering. Persoonlijk hou ik SoFi gewoon in de gaten. Door naar Pfizer. Pfizer daalt vandaag naar min 1,8% ongeveer. Nou, Ik denk toch ook wel prima cijfers, wat we hier ook kunnen zien. Pfizer beats earnings estimates, hikes full year outlook, as drugmaker cuts costs. Nou, als we even snel naar die cijfers gaan kijken... Uh, dan zien we een IPS van 60 cent, 46 cent werd verwacht, dus een beat wat betreft winst. Omzet 13,28 miljard, 12,96 miljard werd verwacht, dus ook een mooie beat wat betreft omzet. Verder alles wat ik zo snel heb doorgenomen, ik ben niet heel erg diep op ingegaan, maar alles ziet er eigenlijk heel erg goed uit. Een beat wat betreft winst, wat betreft omzet, prima vooruitzichten. Stijker nog, ze hebben de outlook verhoogd en toch daalt het aandeel met nou, 1,86 en dit zien we op dit moment toch vrij veel. Uh, in ieder geval met de huidige uh, cijfersseizoen heel veel bedrijven die met redelijke cijfers komen, maar het is voor de meeste bedrijven toch moeilijk om te stijgen. Hoe komt dat? Ja, ik blijf er iedere keer op terugkomen. Veel aandelen zijn al gestegen in afwachting van die kwartaalcijfers en Pfizer is de laatste zeg, paar maanden ook gestegen. Wat hogere uh, verwachtingen voor het aandeel en dan is het gewoon moeilijker om te stijgen. Ik het allerliefst heb je enorme dalingen. Hele lage waarderingen. En als je dan met goede cijfers komt, ja, dan kan je natuurlijk prima stijgingen zien. Zoals natuurlijk ook bij een PayPal. Nou, PayPal plus 8,5%. PayPal heeft een hele lage waardering. Een PI-ratio van 16,07. En als je dan met mooie cijfers komt, ja, dan mag je dus hard uh, stijgen, zoals dus ook een PayPal. Nou, laten we even inzoomen op PayPal. PayPal reports second quarter 2024. PayPal delivers strong second quarter results and raises full year guidance. Wat we dus ook bij die andere twee aandelen hebben gezien. Verder zegt de CEO het volgende: PayPal delivered a strong second quarter and first half, and I'm confident we are on the right track. Nou, goed om te horen. We delivered our best transaction margin dollar growth since 2021, and we are making steady progress on our strategic transformation while investing in innovation and operating more efficiently. Klinkt eigenlijk allemaal heel erg goed. En de CEO, Alex, die heeft het vaker over efficiency gehad. Net zoals natuurlijk Meta. Net zoals Mark Zuckerberg heel vaak heeft genoemd. En um, PayPal is op dit moment ook werknemers aan het ontslaan. Marges zijn ze aan het verhogen. En ze willen dus ook efficiënter worden. Wat denk ik goed is voor het aandeel. Nou, given the strength of our business, we are raising our 2024 guidance and increasing share repurchases. Ook dat is denk ik heel erg goed dat... Paypal heel veel aandelen terugkoopt omdat de waardering zo laag is. Nou, we are operating from a position of strength, de uh, delivering for our customers and focusing on long-term profitable growth. Wat je mij vraagt, klinkt dit allemaal helemaal prima. Een omzetgroei van 8% naar de 7,9 miljard dollar. 9% currency neutral. Transaction margin dollars increased 8%. Nou, al bij al prima cijfers. Uh, total payment volume is met 11% gestegen. Cashflow from operations 1,5 miljard en een free cashflow van 1,1 miljard. Verder ziet de balance sheet er prima uit en zijn ze dus aandelen aan het terugkopen. Wat zien we verder hier? PayPal lifts 2024 profit forecast for second time as spending holds up, margins improve. Wat we net dus ook hebben gezien. We kunnen het hier nog even overzichtelijk doornemen. Dan zien we het volgende. Dan zien we dus die total payment volume die met 11% is gegroeid. Revenue, 8% omzetgroei naar bijna 8 miljard dollar. 8% transaction margins. EPS is met 36% gegroeid. En een free cash flow dus van 1,368 miljard dollar. Allemaal helemaal prima. En zeker voor zo'n laag gewaardeerd aandeel als PayPal. En ik heb dat vaker aangegeven, als PayPal rustig aan met inderdaad zeg 8-9% kan blijven groeien. Dan kan PayPal het op de beurs heel erg goed doen. Met een PE ratio van 16. Zeker als ze. Succesvol zoveel aandelen kunnen blijven terugkopen. Nou, verder zien we nog even de guidance en de outlook voor 2024. Nou, dan zien we het volgende. Voor het derde kwartaal van 2024 verwachten ze een omzet van mid single digit growth en een winst per aandeel van high single digit growth. Nou, helemaal prima. Als we naar 2024 gaan kijken, dan zien we dat ze heel veel hebben verhoogd. Transaction margins was eerst slightly positive en nu verwachten ze low to mid single digit growth. Dit is verder niet veranderd, de expenses en de effective tax rate. Verder, als we kijken naar EPS, non-cap EPS, winst per aandeel, geven ze nu aan dat ze low to mid 10 growth verwachten. Dit was eerst mid-to-high single-digit growth, dus zeg zo'n 7, 8, 9 procent. En nu verwachten ze meer groei dan dat voor winst per aandeel. Nou, heel erg mooi. EPS zelf verwachten ze 3,88 tot 3,98 dollar. Dit was 3,65, dus een verhoging. Free Cashflow. Ze verwachten 6 miljard dollar aan free cashflow in 2024. En dit was eerst 5 miljard. En verder aan share repurchases verwachten ze nu ook 6 miljard, dit was eerst 5 miljard. Dus PayPal verhoogt zijn uh, ja, verwachtingen voor 2024. En blijft gewoon rustig aan. Goed presteren. En als dat gebeurt bij een aandeel met zo'n lage waardering als PayPal. Ja, dan kan je dus een hele mooie stijging krijgen. Van nu 8,5%. En ik denk dat op dit moment Paypal nog steeds een hele interessante is voor de lange termijn. Ik heb zelf aandelen van Paypal. En dat heb ik vooral vanwege dus die hele lage waardering. Een PI-ratio /E van 16. Een nog wat lagere forward PI-ratio. /E voor een bedrijf dat dus langzaam aan blijft groeien. Met 8, 9%. Marges zijn aan het stijgen. Winst per aandeel is dus aan het stijgen. En er zijn heel veel aandelen aan het terugkopen. Als ze inderdaad 6 miljard dollar aan share repurchases gaan doen op een marktwaarde van nu op dit moment 66 miljard, dan heb je het over ongeveer 9% van de totale marktwaarde. En als ze dit dus kunnen blijven doen, heb je het gewoon over een rendement per jaar van PayPal van 9%. Los van eventuele verdere groei, los van eventueel een multiple expansion, want ik denk zelf dat als PayPal zo kan blijven groeien en als ze aandelen kunnen blijven terugkopen, dat Paypal ook een hogere PI-ratio dan 16 zal krijgen, waardoor Paypal ook meer dan die 9% rendement per jaar kan opleveren, als Paypal dus zo rustig aan zijn ding kan blijven doen. En ik denk dat die kans groot is, vandaar dat ik dus zelf ook aandelen van Paypal heb en blij met dus deze kwartaalcijfers. Nou, verder nog twee grote bekende spelers, Procter Gamble als eerste... Daalt met 6% na kwartaalcijfers. En Merck, een groot biotechbedrijf, daalt bijna 9% na kwartaalcijfers. Wat toch heel veel is voor een bedrijf als Merck met een marktwaarde van 300 miljard dollar. Dus ook al is Paypal gestegen, we zien eigenlijk bij al deze aandelen dat het moeilijk is op dit moment. Met de huidige waarderingen om te stijgen na kwartaalcijfers. Nou, verder wil ik het nog even als laatste over CrowdStrike hebben ondertussen 9% in een min flinke daling voor CrowdStrike. Het is een hele mooie winnaar geweest over de lange termijn. Maar nu de laatste tijd natuurlijk heel erg veel negativiteit vanwege de problemen met CrowdStrike. CrowdStrike is een van de grootste cybersecurity bedrijven ter wereld. Natuurlijk veel in het nieuws geweest de laatste tijd, heeft voor veel problemen gezorgd. ...had een marktwaarde van zo'n 100 miljard dollar en ondertussen onder de 60 miljard dollar. In juli stond de koers bijna op 400 dollar, ondertussen 235. Dus daar is gewoon ongeveer 40% vanaf in een hele korte tijd. En persoonlijk denk ik dat Crowdstrike daardoor alleen maar interessanter is geworden om te kopen. Enige probleem van CrowdStrike is dat CrowdStrike ondanks een daling van 40% nog steeds een heel erg duur aandeel is. Nou, verder zien we vandaag het volgende: Delta hires David Bowie's to seek damages from CrowdStrike, Microsoft after outage. De outage's kost Delta een estimated 315 million to 500 million dollars. Dus het kost heel erg veel geld voor Delta, omdat ze dus die storingen hebben gehad. Waardoor uh, vliegtuigen niet hebben kunnen vliegen. En nu willen ze eigenlijk Crowdstrike en Microsoft aanklagen. En willen ze een vergoeding voor al die problemen. Nou denk ik zelf dat ze dit niet zomaar gaan krijgen. Ten eerste is CrowdStrike heel erg goed ingedekt. Want dit soort dingen horen, helaas bij Cybersecurity. Dat kan gebeuren. En dat kan inderdaad hele grote gevolgen hebben, zoals we nu natuurlijk onlangs hebben gezien. Wereldwijd heel veel problemen, heel veel storingen maar als CrowdStrike Delta zou betalen als ze die 350 tot 500 miljoen dollar aan schade zouden vergoeden, dan zouden er natuurlijk heel erg veel andere bedrijven volgen die ook vergoedingen willen en CrowdStrike zal natuurlijk hun best doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Maar hoe dan ook, niet goed voor CrowdStrike wat er allemaal gaande is. Heel erg veel negativiteit nu ook op de korte termijn en dit kan voor nog meer problemen zorgen. Misschien dat CrowdStrike inderdaad veel bedrijven zal moeten vergoeden en gaan ze maar door. Maar uiteindelijk blijft CrowdStrike een heel erg sterk bedrijf met hele mooie cijfers, hele hoge marges. De vooruitzichten zien er nog steeds heel erg goed uit. Dus ook al zijn er nu problemen, ook al wil Delta nu een vergoeding van nou, zeg 350 tot 500 miljoen dollar aanschaden. Ondertussen is er zo'n 40 miljard dollar aan marktwaarde uit CrowdStrike. En ik denk zelf persoonlijk dat CrowdStrike daardoor qua risk-reward... een heel stuk aantrekkelijker is geworden. Maar nogmaals, zoals ik al eerder zei... CrowdStrike is nog steeds geen goedkoop aandeel. Als we even naar een aantal metrics gaan kijken... CrowdStrike heeft nu een forward PE ratio van 65 ongeveer. Een price-to-sales van 19,39... Dus ondanks deze daling betaal je nog steeds bijna 20 keer de omzet voor CrowdStrike. Dus ja, het blijft een heel erg duur aandeel ondanks deze daling. Er is heel erg veel negativiteit, maar nogmaals, omdat het aandeel zo flink is gedaald, denk ik zelf dat CrowdStrike alleen maar interessanter is geworden om te kopen. Voor mij persoonlijk was CrowdStrike echt wel te duur, ze dus hadden te veel groei ingecalculeerd. Nu ben ik zelf CrowdStrike in de gaten aan het houden en misschien dat ik vroeg of laat ga inspelen op CrowdStrike. Nou, laat me eens even in de comments weten wat je er zelf van vindt, want ik weet dat de meningen erover verdeeld zijn. En ik denk ook wel dat het een vrij lastige is, juist omdat er zoveel negativiteit is. En het is ook natuurlijk lastig om te beoordelen hoeveel impact dit zal hebben voor CrowdStrike. Want hun naamsbekendheid is natuurlijk wel geraakt op dit moment. En het kan natuurlijk ook zijn dat klanten af zullen stappen van CrowdStrike, al is dat voor heel veel klanten ook weer moeilijk. Dus het is een lastige, maar ik ga hem zeker in de gaten houden. Want de waardering is gewoon een heel erg stuk aantrekkelijker geworden. Verder, deze week nog een hoop kwartaalcijfers: een AMD, een Microsoft en een Starbucks na de sluiting. Woensdag na de sluiting Meta, donderdag Amazon en Apple. En Intel en Coinbase en DraftKings en nog veel meer. En ik zal proberen om nog een aantal van die kwartaalcijfers door te nemen nadat ze zijn gerapporteerd. Verder, misschien als laatste nog even. Woensdag 31 juli een vet meeting waarbij de verwachting is dat ze rents gewoon gelijk zullen houden. Nu een kans van 95,9% daarop. Al denk ik dat die kans meer richting de 100% gaat. Maar het zal alsnog een belangrijke zijn wat ze aangeven over toekomstige eventuele renteverlagingen. En daar kan de beurs natuurlijk ook weer op reageren. Dus ja, ik hoop dat het weer een leuk en interessant filmpje was. Als dat zo was, klik even like voor me. zou ik natuurlijk enorm waarderen. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer en later.